Hallo lieve leeuw, leuk dat je er weer bij bent. Wij zijn aanbeland bij week 47, 18 tot en met 24 november. Het is een algemene reading, haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve leeuw, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Je bent bezig om dichter bij jezelf te komen. Je bent bezig om dingen los te laten. Een wijsheid in jezelf op te gaan volgen. Maar ook kijken wat past wel en wat past niet meer bij me. En ik heb heel erg sterk het gevoel dat je echt knopen aan het doorhakken bent. Hoe moeilijk je dat soms ook vindt. Laten we eens verder gaan kijken, lieve leeuw, wat je verder deze week kan verwachten. En ik kom zo bij je terug. Ik heb soms het idee dat je zou willen vluchten. Dat dat even te veel wordt en dat je het even niet meer op een rijtje hebt of het even niet zo snel meer weet. Maar er wordt gezegd, hou deze week moed. Hou je sterk. En niet per se dat je je sterk moet houden en dat je niks meer mag voelen. Maar weet dat angst een illusie is. Dat het niet altijd, dat je niet altijd in je angst hoeft te zitten. Of dat je altijd het idee hebt, nu moet ik hier weg. Het is juist van belang om je grenzen aan te gaan geven en te kijken waar sta ik voor en wat kan ik daar zelf aan doen. Want je hebt het zelf een groot gedeelte in eigen handen. Jij bent degene die stappen mag gaan zetten en mag gaan bepalen, ben ik hier klaar mee? Of laat ik het voortgebeuren? En ik heb het idee dat het te maken heeft ook omtrent het stukje liefde en jezelf openstellen. Het vraagt nogal veel van je. Maar wanneer je keuzes maakt voor jezelf, wordt jezelf een groter succes. We gaan even verder kijken, lieve leeuw, naar een mooie boodschap voor jou. Ja. Er komt steun, er komt troost. En weet dat je er sterker uitkomt dan dat jij denkt. Dus het zal niet per se een hele makkelijke week worden. Een week met emoties, een rollercoaster, maar weet dat je hieruit gaat komen. Lieve leeuw, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Heel veel succes en wie weet tot de volgende keer.